Nick maakt dus gebruik van zogenoemde controlepunten en dat komt overal terug in hun software. En niet alleen in Viveza, wat we de vorige keer gedaan hebben, maar ook bijvoorbeeld in Silver FX Pro daar gaan we later ook nog een keer uh, op toe. Maar dit gaat dus puur over controlepunten. Wat kun je in feite? Je kunt in feite de hele foto bewerken, maar met een controlepunt ga je zeggen van nou, we kunnen daar bewerkingen uitvoeren. En laten we dat gewoon eens doen. Als ik klik op controlepunt toevoegen. Dan krijg ik een soort uh, eyedroppertje. En die kan ik ergens in de foto neergooien. Bijvoorbeeld hier aan de rechterkant. Ik vind het daar eigenlijk een klein beetje te donker. En ik wil dus daar iets aan gaan doen. De rest van de foto vind ik op zich vrij goed. Als je je controlepunt hebt toegevoegd, dan krijg je een soort boomstructuur eronder. En dit is een versimpelde boomstructuur. Hij kan ook iets uh, langer. En dat doe je door hierboven op de lange boom te klikken. En de knop ernaast natuurlijk weer voor de korte boom. Wat kun je met die boom? Die boom heeft allereerst een bolletje. Dat bolletje is het middelpunt van je controlepunt. En daarnaast zit een slider. Met die slider kun je de grootte van je controlepunt bepalen. En als ik daar gewoon eens op zou gaan klikken. Dan zie je dat er een klein rondje is. En met dat rondje bepaal je dus, als je de slider in dit geval naar links trekt, dat die groter wordt, en maak je hem kleiner. Dan kun je hem zo vrij nauwkeurig bepalen. Dit rondje is het gebied rondom mijn controlepunt wat dadelijk beïnvloed wordt. In eerste instantie beïnvloed wordt, want er is ook nog een bepaalde uitvloei. Dat ga ik je dadelijk laten zien. En in feite, als ik nu aan bijvoorbeeld de helderheid trek, dan zie je dat het donkerder wordt of het wordt lichter. Nou, nou is helderheid niet het mooiste filter in dit geval. Contrast kan bijvoorbeeld een klein beetje omhoog. De verzadiging, die, die wil ik wat hoger, worden wat mooier groen. En als ik bijvoorbeeld eens kijk naar de schaduwpartijen, dan kan ik hem ook een klein beetje meer oplichten. En zo heb ik lokaal een aanpassing gedaan in de rechteronderhoek van mijn foto met controlepunten. En dat controlepunt, dat zie je hier rechts ook bij verschijnen. Daar staat uh, controlepunt 1, 8%. En een vierkantje. Dat 8% dat is de grootte. Want als ik bijvoorbeeld het bolletje groter maak, je ziet dat er ook meer invloed op mijn foto is. Maar je ziet ook dat het bijvoorbeeld naar 36% verloopt. Ik maak het weer even terug wat kleiner. Het vinkje ervoor is natuurlijk controlepunt uit of controlepunt aan. 14% de grootte. En dat vierkantje dat geeft een soort zwart-wit masker. En dat laat zien wat er allemaal beïnvloed is door het controlepunt. Natuurlijk heb je een beetje die, die, die cirkel. Je hebt het pure witte rondom het controlepunt. Daar zijn alle wijzigingen het, het meeste toegepast. En er is een bepaalde uitloop. In principe, boven de berg is het helemaal zwart. Daar is dus niks toegepast. Als ik het weer uitvink, dan snap je wat ik bedoel met berg. De witte lucht en de blauwe lucht. Daar is dus geen verandering in toegepast. Stel dat ik bijvoorbeeld ook een tweede controlepunt toe wil voegen. Dat doe ik hier in de lucht, en die maak ik ongeveer zo groot. Ik kan hem nog wat verplaatsen en ik, ik wil daarvan de structuur aanpassen en de helderheid. Oh, verkeerde. Zodat de lucht er wat harder uitspringt. Als ik deze bijvoorbeeld uitzet, dan zie je, hij komt net iets meer. En ik wil tot slot nog een derde controlepunt toe gaan voegen. Hieronder aan de linkerkant. Meer op mijn kerk. En daarvan wil ik de kleurtoon wat gaan bepalen contrast een klein beetje omhoog. En ik wil de schaduw wat donkerder maken. Nu heb ik drie controlepunten toegevoegd zoals je rechtsonder ook kunt zien. Deze controlepunten hebben dus allemaal een lokale aanpassing in de foto. Eén uh, controlepunt rechtsonder op de bosjes, twee midden in de lucht en drie aan de linkerkant op de kerk. Als ik bijvoorbeeld op het Bolletjes pictogram klik, dan zie je wat mijn wijzigen hebben gedaan. En ja, de hele foto is wel zichtbaar, dus ook helemaal linksboven is eigenlijk iets gebeurd, maar dat is maar heel klein vergeleken met de plekken waar de controlepunten staan. Deze controlepunten kun je ook groeperen. Als ik bijvoorbeeld op controlepunt 1 klik, ik hou de shift ingedrukt en ik druk op controlepunt 2 en op controlepunt 3. Nee, ik klik weer op shift of op control en ik. Haal controlepunt 3 even weg en ik druk nu op groeperen, dan zie je dat ik er een groep 1 bij krijg. En die groep 1 heeft twee controlepunten. Dat zijn in dit geval uh, de rechteronderhoek en de lucht, want controlepunt 3 dat is de kerk. En zet ik ze nou uit, dan zie je dat dat bijvoorbeeld effect heeft in mijn lucht en aan de rechterkant in de bosjes en niet in mijn controlepunt 3. Zo eenvoudig is het eigenlijk om te werken met controlepunten. Je kunt ze eventueel ook nog gewoon als je er een geselecteerd hebt, hem dupliceren. En hij komt er dan vlakbij. Nou, je kunt hem dan gewoon oppakken aan het bolletje. En verslepen naar waar je wil. En als je hem loslaat, dan wordt het ook daar uh, toegepast. Of als je een controlepunt hebt geselecteerd, kun je hem verwijderen. Zo eenvoudig is werken met controlepunten. Wat moet je eigenlijk in de gaten houden? Heb je geen controlepunten, dan pas je de hele foto aan. En ga je controlepunten toevoegen, dan ga je in die gebieden de foto aanpassen. En je kunt van het controlepunt dus de grootte bepalen, maar ook alle andere eigenschappen die je normaal gesproken over de hele foto zou doen.